Dit is Buurvrouw's Blog. En wat nou weer? Charlotte Notenkraker hier, dirigente van het GGVD. Het Groot Geen Vissersvrouwenkoor uit ons mooie plaatsje Dudam. Geniale naam, GGVD, al herhaal ik het zelf. Iedere vrouw is welkom in ons koor. Accountantsvrouwen, loodgietersvrouwen, timmervrouwen, aangetrouwd of zelfwerkzaam. Nooit een probleem. Eén uitzonderingetje is er maar. En ja, what are the odds? Ik herhaal, hoe waarschijnlijk is het? We zitten meer dan 100 kilometer van het water. Geen meer, geen zee te bekennen. We hebben precies 7 slootjes binnen de gemeentegrenzen. En geen zinnige Dudammer loopt daarin, hoor. Dus hoe hebben we kunnen bevroeden dat hier ooit in het dorp een vissersvrouw zou komen wonen? En, ik zou er bijna van gaan vloeken, in ons GGVD zou willen zingen? Vorige week meldde ze zich op onze repetitie. Jannie Schilder uit Volendam. Vissersvrouw. Nou, ik wilde haar gelijk wegsturen. Maar ja, toen kwam ze met zo'n hartverscheurend verhaal. Joehoe, Charlotte, buurvrouw en ik zijn er. Is er al koffie? Repetitie begint pas over een half uur, mevrouw buurvrouw. Ik zit net notabene een blog in te spreken over ons probleem. Probleem? Met Jannie. Oh, heb je al geblogd dat er man is verdronken in de Zuiderzee toen het heel hard stormde? In het IJsselmeer, mevrouw buurvrouw. Jannie's man, Simon Schilder, is verdronken in het IJsselmeer. Ja, ja, weet ik wel. Heen ging de zee daar te keer, maar dat doet hij niet meer. Zuiderzee heet nou IJsselmeer. Misschien kunnen we die Zuiderzeeslade ook wel met het hele koor zingen, Charlotte. Zegt Charlotte? Ja, buurvrouw van de buurvrouw, zeg het eens. Even voordat iedereen er is, weet jij al of Marie-Antoinette eindelijk bij de psychiater is geweest? Die persoonsveranderingen van haar gaan ons echt opbreken, hoor. Als Indiaan, Poco, past ze precies prima in ons koor. Maar sinds ze zegt dat ze Sjaan de Hark is, staat ze in die lange witte jurk en een hark met hooi eraan. En ze ruikt alsof er de hele tijd iets aan staat te branden. Ja, Buf heeft gelijk, Charlotte. En het is nog erger als Sjaan naast die vislucht van Jannie Schilder staat. Hoezo? Nou, dan wordt het zo'n gerookte palingszanklucht. Buurvrouw van het koor. Nou even rustig blijven. In ons koor mag iedereen zijn met of zonder hark. Hoe die zich voelt, hoe die zich ruikt. Maar het kan het niet vaak genoeg herhalen, zolang ze maar geen vissersvrouw is. En dat is ons hele grote probleem. Nou, Charlotte, volgens mij is het echte probleem dat ze veel te hard zingt. Misschien kunnen we het doorverkopen aan een Zwitsers zusterkoor uit Kloten. Die zongen toch ook hard? Dat was het Kein Vissersvrouwenkoor. Die willen ook geen vissersvrouw, mevrouw buurvrouw. Maar ja, Jannie zingt inderdaad wel hard. Ze heeft in Volendam gezongen in het KZN. Daar heeft ze veel solo's gezongen. KZN? Het koor zonder naam. Oh, daar is Jannie. Goedenavond, dames. Vrouwen, Jannie. Geen dames. De dames aan mijn rand. Dat zijn dames. Oh, de dames aan mijn rand. Is dat ook een koor? Dat klinkt wel goed. Misschien kan ik mij bij deze dames voegen. Want ik kwam eigenlijk om me af te melden. Ik wil jullie niet beledigen of zo, maar jullie koor is toch een beetje beneden mijn pijl. En er hangt zo'n raar luchtje de hele tijd. Dat slaat ontzettend op mijn keel. Dag hoor. Soderju. Wij beneden pijl. Wij beneden pijl. Rustig, rustig, Charlotte. Trek het je niet aan. Die gaat gewoon weer terug naar de Volendamse haven. Daar gaat Jannie terug naar de haven. Een frisse wind die waait weer door ons koor. Met z'n allen buf de Zuiderzeesalade. Eens ging de zee daar te keer, maar dat doet hij niet meer. Onmiddellijk, mevrouw buurvrouwen. Laten we ons niet tot zo'n pijl verlagen met een Zuiderzee salade. Ballade. Salade. Oeh, dat is een grapje. Je hebt geluisterd naar Buurvrouw's Blog. Een productie van de dames aan mijn rand.